Goedemorgen, dan, we zijn hier zondag in de market. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. We zijn donderdag eigenlijk al opgestart. Vrijdag was een kalme dag, zaterdag was al ietsje beter. Vandaag is er eigenlijk wel meer volk dan we verwacht hadden. Maar we doen ons best om het te doen slagen. En we hebben eigenlijk wel heel veel voorzorgsmaatregelen genomen. Iedereen moet bij ons, als ze op de markt of bij ons in de foodmat komen, een masker dragen. Iedereen is ook verplicht om zijn handen te ontsmetten, dus dat zijn sowieso al zaken. En verder hebben wij alle wettelijke verplichtingen nageleefd. De mensen worden geteld, er zijn duidelijke in- en uitgangen. Dus ik denk dat we wel kunnen spreken van een zeer positief eerste weekend eigenlijk. We hebben eigenlijk de toestemming al om deze week gekregen trouwens om een tweede markt van 50 bijkomende handelaars te mogen opendoen, maar dan ook van achter op het terrein. Wij gaan daar waarschijnlijk niet mee klaar geraken voor volgend weekend, maar wel voor het weekend daarna. Maar eigenlijk hopen wij vooral op versoepelingen door de Veiligheidsraad die op 3 juni zal plaatsvinden. En eigenlijk hopen wij om gewoon meer marktkramers op onze markt te kunnen ontvangen. Want dat zou eigenlijk de organisatie veel, veel, veel gemakkelijker maken. Het volk zou dan spontaan ook veel beter verdeeld kunnen worden. En er zijn natuurlijk heel veel marktkramers die heel graag willen terugkomen en die dat niet kunnen, want die dat niet kunnen. Normaal gezien zijn wij met een op zondag hebben wij eigenlijk een 400-tal marktkramers die hier op onze markt staan. En nu mogen we er maar 50 zetten. Dus dat is natuurlijk wel problematisch. Wij proberen om vooral de verdere ontwikkeling van onze site om inderdaad rekening te houden met wat er gebeurt rond klimaat, met vergroening. En we proberen altijd om bij nieuwe initiatieven en nieuwe gebouwen om daar effectief iets mee te doen, om bijvoorbeeld het dak te activeren. Op de foodmat is dat inderdaad met een stadslandbouwproject. Op een ander gebouw kan het iets anders zijn. Maar sowieso hebben wij al ongelooflijk veel zonnepanelen op onze site aanwezig. En dat is altijd iets waar we verder op kunnen werken. Dankjewel.